Een groepje kinderen zijn op zoek naar het nieuwe pleegadres waar ze naartoe moeten. Volgens mij moet het hier echt wel ergens zijn hoor. Het was nummer 170. Dat is hier wel ergens in de buurt. Daar is 167, dus we moeten hier vlakbij zijn. Volgens mij is ze hier het. Nummer 170. Oh, hallo. Jullie zijn de pleegkinderen, de nieuwe pleegkinderen? Kom binnen. Schat, wat doe je daar? Ja, ik heb 3 uur in de bosjes gelegen. Ik dacht dat je boven een boek aan het lezen was. Kom, papa. Er zijn nieuwe recruten in het huis. Hij bedoelt gewoon jullie hoor. Jullie zijn gewoon kinderen. Kom maar even mee. Hier mogen jullie gaan staan. Zo, kinderen. Ik weet dat jullie het moeilijk hebben. Elke keer verhuizen en naar een andere locatie verhuizen is niet zo makkelijk. Ik ken het van vroeger. Oh, bent u ook zonder ouders opgegroeid? Daar heeft hij het liever niet over. Onze pleegvader heeft het allemaal meegemaakt. Nachten heeft hij niet kunnen slapen. Constante spanning en stress. Wanhoop omdat je de situatie niet kan veranderen. En maakte u zich dan ook vaak zorgen? Ja, heel erg. Ik wist niet of ik de volgende dag een broer zou kwijtraken. Dat was wel een hele gevaarlijke opvang dan. Opvang? Waar heb je het over? Ik heb het over de oorlog. Ik heb in Irak gezeten, in Afrika en in Joegoslavië. Allemaal naar de kamers! Een paar dagen gingen voorbij en de nieuwe kinderen in het pleeggezin deden hun klusjes. Nou, die vader is wel heel streng, maar hij bedoelt het wel goed. Hey, Suzanne en Judith, we willen jullie wat laten zien. Oké, wat dan? Komen jullie maar even mee. Oké, kom maar, we willen jullie wat laten zien. Kijk, deze hond hebben we vorige week gevonden in Dordrecht. Oh, wat lief. Ja, het is een super lieve hond en hij geeft ons heel veel knuffels. Ja, je bent een lieve hond. We moeten echt tegen onze pleegvader zeggen, want die wordt echt heel erg boos. Ze is misschien niet een echte moeder, maar ze is wel super lief. Elke ochtend om 5 uur werden alle kinderen gewekt. Wakker worden! Hup, 1, 2, 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 hup. Hier moeten we stoppen. Wat? Hier kunnen we stoppen, want hij loopt toch mee mee, dus dan kunnen we hier gewoon even chillen. Oh, heb je je telefoon ook meegenomen? Op hun telefoon bekeken ze de nieuwsberichten en het bericht dat Johnny de Mol zijn hond was kwijtgeraakt trok gelijk de aandacht. Hier, kijk. Johnny, wat is er allemaal aan de hand? Normaal ben je altijd zo positief. Ik was vorige week in Dordrecht. Ik was er met mijn hondje. En hij liep achter me aan. En ineens was hij weg. Dus ik ben gewoon mijn hondje kwijt en mijn hondje is gewoon mijn alles. Snuffy. Dat betekent zoveel voor mij. Dus ik ben inderdaad normaal altijd wel vrij positief, maar ik ben gewoon onwijs verdrietig. En ik hoop gewoon dat als iemand mijn hondje ziet, en dat ze me dan bellen. Op 020-422-0787. Ik hoop echt zo dat hij bij me terugkomt. Snuffy, de hond die we hebben gevonden is gewoon van Johnny de Mol. Maar wat moeten we nu doen dan? Bellen natuurlijk. Ja, dan zijn we zijn hond kwijt. Ja, ik denk dat we de hond terug moeten geven. Ja, hoe lief Snuffy ook is. Nou, dan ga ik Johnny wel bellen. Hallo, met Johnny. Hallo, meneer de Mol. We hebben uw hond Snuffy gevonden hier in Dordrecht. Echt waar? Ja, dat is helemaal fantastisch. Hoe gaat het met Snuffy? Heel goed hoor. We hebben heel goed voor haar gezorgd, maar we gaan er wel heel erg missen. Ik begrijp heel goed dat jullie hem gaan missen. Is er iets wat ik kan doen?
De kinderen vertelden dat ze graag een eigen hond zouden willen, maar een eigen hond zou hun militaire pleegvader toch nooit goed vinden. Ik ga eens proberen te regelen. Ik beloof niks, maar ik doe mijn best. Een paar weken later had Johnny een hond gevonden die heel erg op Fluffy leek. En een vriend van hem deed alsof hij generaal was. Generaal, geef acht, sergeant. Kom eens eventjes mee. Van een generaal volgde de pleegvader natuurlijk alle orders op. Binnen wisten de kinderen nog van niets. Luister, kinderen. We zijn gekozen voor een zeer geheime missie. Wat dan? We moeten voor deze speciale hond gaan zorgen. Lukt dat? Ja, tuurlijk!